1 januari. En wie dacht dat het rustig was in Schiedam, die komt bedrogen uit. Nico Sterrenberg, allereerst de beste wensen voor 2023, Nico. Ja, dankjewel. Ja, ook de beste wens. Trouwens, iedereen, hè? Wie luistert, de beste wensen allemaal. We gaan even terugblikken, de laatste 2 dagen. Hoe zou je die omschrijven? Gekkenhuis. Hartstikke druk. Ja, daar zijn we blij mee. En dat is ook waar je het voor doet, hè? Gisteren wel veel regen gehad. Heeft dat invloed gehad? Ik denk wel dat het iets mensen weghoudt natuurlijk, want je gaat niet, er zijn ook mensen die willen gewoon niet in de regen staan, snap ik. Maar de meesten hadden gewoon de paraplu bij en het hele plein stond vol met mensen. En zoals je nou ziet, nou weer. Wat dat verbaast me, had jij dat erop gerekend dat er nu alweer heel veel mensen staan? Na de drukte van de afgelopen week, ja, ik had het wel echt verwacht. En ik denk dat het nog heel de week druk blijft, want we blijven tot 8 januari. Wat dat wilde ik vragen, hoe lang mag je nog blijven staan en wat ga je nog voor activiteiten doen? Nou, we blijven tot 8 januari met onze oliebollenkraam open. Elke dag van 11 tot 7, is niet zo heel lang. En voor de rest, winterpret gaat beginnen. Dus er worden allemaal luchtkussens neergezet hier op het plein. En dat zijn leuke dingen, toch? En dan natuurlijk de bekende oliebollen eetwedstrijd. De oliebollen eetwedstrijd. Ja, trouwens, ja, dat kan ook. Mensen kunnen er eigenlijk nog aanmelden. Winterpret Schiedam, apenstaartje, hotmail.com. Kun je je aanmelden. Voor een eetwedstrijd, daar worden met heel veel mensen hebben hele rits met oliebollen gaan we bakken, vers gebakken natuurlijk. En wie de meeste oliebollen opeet, dat is de winnaar. Die krijgen een uitetentje voor 2 personen. Ten slotte, dadelijk ga je inpakken. De wagen wordt weer gesloten. Wat gaat de oliebollenbakker dan doen? Dan gaan we even met de voetjes in de lucht. Misschien op vakantie, weet ik nog niet. Even kijken of er nog iets overblijft. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Wij hebben ook onze werk gewoon tijdens de winter. Hè? Want de kraam is hier wel geweest. Maar nou moet hij thuis na worden gelopen. Want af en toe is iets kapot. Dat moeten we even maken. Alles bijschilderen. Zo weer klaar. En dan gaan we de kermis op. Topjaar 2022 in Schiedam. Ja, ik ben heel gelukkig geweest. Ja.